De openingsceremonie gaat van start met Leon. Dit zijn de finales. De halve finales hebben we gewonnen tegen Marnie en Hop. En hier is iedereen die in de finale staat. Yo, Nintendo fans. Welkom bij alweer aflevering 18 van de Baby Pokémon Only Challenge. We zijn al hartstikke ver en we moeten nu tegen Oleana. Oleana die denkt dat ze altijd maar Charmer Rose moet beschermen. En dat ze altijd haar best doet voor Charmer Rose. Deze blik... Ik praat niet eens meer verder. Deze blik is niet oké, jongens. Ze staat onder continue stress, jongen. Het gaat helemaal niet goed met Oleana. Kijk hoe boos ze kijkt. Oké, Oleana. Laten we battelen. En mijn vraag aan jou is... Laat in de reacties weten wie jouw favoriete Pokémon is van Oleana. Is dat misschien deze Frostlass of is dat de andere Pokémon? Komt trouwens wel precies mooi uit. Dat ik lekker met Magby kan gaan starten. Want ja, vuur tegen ijs. Je weet zelf, vuur smelt ijs. Dus... ik heb gemist. Door de double team van Frostlass mis ik en doet Frostlass hacks. Kijk, die gaat gelijk hard, jongen. Ja, we moeten wel oppassen. We moeten wel even scherp blijven, Magby. Kom op, jongen. Lekker bezig. Hartstikke idee. Frostlass, level 50, is weg. Milotic. Is dit misschien jouw favoriete Pokémon van Oleana? Milotic. Trouwens, doe even duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je bijna iedere dag Nintendo-video's wil zien. Binnenkort komen natuurlijk Brilliant Diamond en Shining Pearl er weer aan. Die gaan we ook keihard spelen. En alle andere vette Nintendo-games voor de toekomst gaan we ook lekker knallen. In januari zelfs Legends Arceus ben ik ook heel erg benieuwd naar. Maar laten we eerst maar even afrekenen met deze Oleana. Hè, Oleanaatje met je Aqua Ring. Energy Ball! Baba Milotic! Ja, dat is Pokémon nummer 2. Wel een mooie Pokémon, maar ik heb echt nog nooit Milotic gebruikt in mijn playthroughs. Gewoon, ik weet niet. Ik kom er nooit aan toe om V-Best te evalueren naar Milotic. Dan nu Celezzo! Dan pakken wij natuurlijk Mantyke. En gaan we eens kijken of mijn Hydro Pump werkt vandaag. Oh, hij doet Poison Gas. Maar die werkt niet. Maar mijn Hydro Pump wel, jongen. Oh, lekker dit. Dag, Celezzo. Wazzel. Ah, Hydro Pump is zo sterk. Maar Hydro Pump mist ook best wel vaak. Dus dat is best wel een risicootje. Dan nu, Serena. Ja, Serena moet weer tegen mijn Magby. Ik vind het een klein beetje zielig voor Serena. Maar ja, zo gaan die dingen soms, hé. Is Serena dan jouw favoriete Pokémon van Oleana? Ja, ik heb wel een beetje medelijden met Serena. Sorry. Dag. Het gaat wel heel snel zo. Ja, mijn Pokémon zijn gewoon te sterk, man. Ze zijn veel te sterk. Magby is zelfs al level 66, man. Dan nu Garbodor. Ja hoor, daar is Garbodortje. Dan moet ik even tegen een gigantische vuilnisbelt gaan battelen. Uiteraard ben ik wel met mijn hele kitje lekker sneller. Ik ben sneller dan een vuilnisbelt. Zet dat even op een tegeltje, jongens. Rikachu quote 2021. Ik ben sneller dan een vuilnisbelt. Ik vind het een mooi quoteje. Daar is de gigantische vuilnisbelt. Ik vind het wel echt een lachen, man. Ik vind wel dat ze een leuke Gigantamax versie hebben gemaakt van Garbodor. Ik vind deze echt cool. Bie! Heb ik hem hard geraakt? Ik heb het eigenlijk niet gezien. Ik zat niet op te letten. Oh ja, hij kent natuurlijk Max Quake. Ja, handig dit. Handig, Rick. Oké, hele kit. Elekid overleeft. Kijk hem zijn special defense boosten dan. Ik denk dat Elekid dit net niet gaat overleven. Nee! Ik ben ook langzamer geworden. Hij maakt mijn Elekid kapot. Oleana, wat ben je aan het doen? Ik had het kunnen weten natuurlijk dat hij ook ground type moves heeft. Ja. Weet je wat het is? Het gaat eigenlijk iets te makkelijk. Waardoor ik het niet meer serieus genoeg neem. Sorry Elekid. Het spijt me dat ik je dit aandoe. Ik ben een slechte trainer. Mantyke, hier, doe jij je ding. Garbodor gaat nu voor een Max Rockfall. Oh, deze steen op je hoofd is ook niet leuk. Wat is Oleana opeens aan het doen? Opeens tovert zij allemaal dingen gewoon uit haar mouw. Zo van, ik ga je pakken, Rick. Ja, ik ga je slopen. Hier, Hydro Pump doet nog niet eens pijn genoeg. Wat is die aan het doen, joh? Oké, overleef ik dit? Cool. Oké, Garbodor is weer klein. Ja, ik ga Mantyke ook niet kapot laten gaan, hoor. Ik gooi Munchlax er wel even in met zijn Rocky Helmet. Dan gaat die Garbodor zichzelf maar lekker slopen. Kijk, hier, dit bedoel ik. Pak jij nu zelf ook damage? Nee, niet? Oké. Oleana is opeens gewoon super slim geworden. Waarom ben je ook sneller, joh? Met je gunkshotje, hou eens op. Ik ben poisoned, maar ik ga slapen. Dus dan ben ik niet meer poisoned. Huh? Wat gebeurt er? Waarom slaap ik niet? Oh, nee, ik ben beschermd. Wat gebeurt hier allemaal? Wacht even. Door Elekid ben ik beschermd tegen status moves. Volgens mij. Waardoor ik dus niet in slaap kan vallen. Hè? Maar ik was wel poisoned. Ik snap er helemaal niks meer van.
Wat gebeurt hier allemaal? Riolu, fix jij dit even voor mij, jongen. Ik weet niet wat er gebeurd is met Garbodor, want hij is ook opeens super speed of zo. Maak hem kapot, jongen. Brick break er bovenop. Garbodor is weg. Jeetje! Ik zat hier super chill, gewoon een beetje heel casual knopjes te drukken. Tegen Oleana ging allemaal hartstikke goed. En opeens was daar Garbodor. Zo zie je maar dat je toch echt wel op moet blijven passen met het babyteam. Want je bent ook gewoon zo kapot als je het even fout doet, hè? Oké, Oleana zegt, ik heb jullie gewoon hier bezig gehouden. En nou doe je ding, alles is al gebeurd. Lekker voor jullie, noobs. Ja, we zullen nog wel zien wie de noob is. Maar zij zijn gewoon op een andere plek. Het was een hele grote afleidingsmanoeuvre. Leon en Chairman Rose zijn het niet eens. Leon wil gewoon de wedstrijd gaan doen voor het Pokémon kampioenschap. En Chairman Rose die is mental geworden. Die is helemaal lijp. Die sport niet, jongen. Kijk, daar zijn we. En Chairman Rose zegt, wij volwassenen waren hier gewoon even aan het praten. Ja, sorry. Freaking Chairman Rose, jongen. Maar Chairman Rose zegt, ik ga de geschiedenis veranderen. Jongen, wat een egoïst. Anyway, het lijkt de dag te zijn van de kampioenschappen. Hop is er ook helemaal klaar voor. Die staat ons al op te wachten. En in die finales moeten we het eerst nog even opnemen tegen allerlei gymleaders. Ze zijn er allemaal. Ook Alistair is van de partij. De openingsceremonie gaat van start met Leon. Dit zijn de finales. De halve finales hebben we gewonnen tegen Marnie en Hop. En hier is iedereen die in de finale staat. Behalve één iemand die hier eigenlijk niet thuis hoort. Hij is er weer. Hij komt weer stoer doen. Het is weer... Hij is weer terug. Deze gast komt ook overal weer eens met zijn neus tussen zitten. Hij zegt dat hij stopt als trainer als hij deze wedstrijd verliest. Nou ja, cool. Dan gaan we nog één keer battelen, BD'tje. Go, shorty. It's your birthday. We're gonna party like it's your birthday. En hij begint met Mawaal. Gaat goed komen. Het zou wat zijn als we nu verliezen van BD. Dat voel ik me wel echt slecht, man. Eerlijk, als we nu verliezen van BD, dat kan niet. Flamethrower! Dit moet gewoon genoeg zijn voor Mawaal. Kijk, top. Dan Gardevoir. Ja, ik heb twee Pokémon die super effective moves hebben. Riolu en Bidoof, maar die zijn ook allebei kwetsbaar. Ik ga gewoon Bidoof proberen. Let's go. We gaan het gewoon proberen en we zien wel. Kom op, Bidoof, je kan dit. Ik heb vertrouwen in je. Kom op, Venoshock. Nee! Oké, BD doet Psychic, wat super effective is. Oké, ik had misschien toch even iets anders moeten kiezen. Ik had misschien toch Bidoof niet moeten gebruiken. Oh, Mac, die heeft natuurlijk ook gewoon een Poison-type move, joh. Dat was ik helemaal vergeten. Ja, maar nu ik een keer gewisseld heb, gaat het wel hard. Want die Psychic, die doet gewoon pijn. Kijk, die doet ook pijn op Mac. Ik denk dat ik toch gewoon voor Flamethrower moet gaan, hoor. Let's go, kom op. Pak die Gardevoir. Lekker. Dan nu Rapidash. Ik hou gewoon even vast aan Magby, denk ik. Oh, wel, ja, blijft wel een mooi Pokémon, hoor, eigenlijk. Ze hebben gewoon een eenhoorn Pokémon gemaakt. Dat is gewoon ziek. Let's go, Flamethrower. Oké. Hij doet Psycho Cut. Gaat ook wel pijn doen. Maar Rapidash gaat sowieso down. Alleen ik moet wel even een andere Pokémon gaan gebruiken. Strakjes in de laatste battle. Of het laatste gevecht tegen de laatste Pokémon van... Terwijl Magby al 67 is, joh. Jemig. Oké, Hatterene. Weet je, ik ga Elekid in de herkansing gooien. Ik had net Elekid een klein beetje voor schut gezet tegen Garbodor natuurlijk. Dit wordt het moment dat Elekid zijn revenge kan nemen. Let's go, Elekid. Jij kan dit, jongen. Jij kan dit. Yeah! Deze gigantische Hatterene moet geen probleem zijn, jongen. Ik heb vertrouwen in je, jongen. Ik heb je net voor schut gezet, maar ik weet dat je het kan. Max Lightning, let's go. Hoeveel damage doet dat? De helft. Precies de helft, volgens mij. Oké, wat gaat Hatterene doen met BD? Die gaat zeker één psychische move gooien. G-Max Smite. Het klinkt pijnlijk. Oh, echt, alle G-Max moves zijn wel heftig. Nee, ik ben confused. Oh nee. Nee, kom op. Kom op, Elekid. Nee, niet jezelf slaan. Nu staat Elekid weer voor schut. Ik vind het zielig voor Elekid. Je had dit gewoon kunnen fixen. Maar toen raakte hij confused. Potverdorie. Ach, jongen. Let's go, Mantyke. Elke keer gaat het fout bij die Dynamax Pokémon, jongens. Potverdikkie, man. Ja, nu ook weer Max Mindstorm. Dit gaat op mijn Mantyke ook weer pijn doen, natuurlijk. Mantyke overleeft het wel. Weet je, ik ga gewoon Hydro Pump proberen. Kom op. Nee, ik mis ook. Eerst confused, dan mis ik weer. Mantyke gaat ook kapot. Verdorie. Oké, Munchlax, doe maar retaliate. Dat doet twee keer zoveel damage omdat er in de vorige beurt iemand kapot is gegaan. In dit geval Mantyke. Kom op, pak die Hatterene aan. Lekker, Munchlax.
Lekker gedaan. Kijk hoeveel levels hoger mijn Pokémon zijn. En uiteindelijk hou ik er maar 2 over die nog full HP zijn. 2 zijn er kapot. 2 zijn er low HP. Het is gewoon een moeilijke challenge, deze Baby Only Challenge. Maar we kunnen door in de finale van de Pokémon kampioenschappen met dit Baby Only Team. Vind je dit nou leuk? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!